We gaan nu aan toer 5 beginnen. In toer 5 beginnen we met 3 lossen. Dan keren we het werk. We slaan 1, 2 steken over en we maken 3 stokjes. 1, 2. We gaan in de volgende steek in 2 lussen 1 stokje, dus in totaal 3 stokjes in 1 steek maken. En dan gaan we in de volgende 4 steken in de achterste lus een stokje zetten. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we deze 2 steken, die slaan we weer over en dan gaan we weer 4 stokjes zetten in de achterste lus. 1, 2, 3, 4, 3 stokjes in 1 steek. 3. En dan ga je weer de herhaling doen. Ik zal nog een keer meedoen. Dus in toer 5 gaan we 4 stokjes maken in de achterste lus. 2 steken over en dan weer 4 stokjes in de achterste lus. 2 lussen gaan we 3 stokjes zetten. 5 gaan we afmaken. Dus je gaat weer 4 stokjes in de achterste lus, je slaat er 2 over, 4 stokjes in de achterste lus en 3 stokjes in 1 steek. En dan zie ik je op het einde van toer 5. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de 5e toer en zie je hoe mooi dat het al gaat golven. En omdat je het werk iedere keer keert, krijg je ook echt een heel leuk resultaat. En in de 5e toer gaan we nog even op het laatst 3 stokjes in 1 steek zetten. Dan op elke steek in de achterste lus een stokje 4 keer, dus 1, 2, 3, 4,
en op het laatst gaan we nog een gewoon stokje maken. En dit was toer 5 en dan gaan we zo door naar toer 6 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen aan toer 6 met 3 lossen. Dan keer je het werk. We slaan dit stokje over, dus het eerste stokje slaan we over en dan gaan we 4 stokjes maken in de achterste lus. 1 2 3 4 Dan gaan we hierboven dus op het middelste stokje van de vorige toer gaan we 5 stokjes maken. 1 2 3 4 5 Dan gaan we nu op elke steek 1 2 3 4 steken gaan we een stokje maken. 1 2 3 4 Dan slaan we 1 2 steken over en gaan we weer 4 stokjes maken. 1 2 3 4 En dan gaan we op het middelste van die vorige toer op dat stokje gaan we 5 stokjes maken. 1 2 3 4 5 Zo ga je heel toer 6 ga je afmaken. Dus de herhaling is 4 in de achterste lus. Je slaat 2 steken over en dan ga je weer 4 in de achterste lus en 5 stokjes op het middelste stokje van de vorige toer. Dus 1 2 3 4 1 2 steken sla je over en je gaat weer 4 stokjes maken. 5 stokjes op de volgende steek. Nou, toer 6 is dus 5 stokjes. 4 stokjes in de achterste lus, 2 stokjes 2 steken overslaan, 4 stokjes in de achterste lus,
en 5 stokjes in 1 steek. En dan zie ik je op het einde van toer 6. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de 6e toer. Zie je? Dus de 1, 2, 3, 4, 5, 6e toer. En dan ziet het er zo uit. Dus iedere keer, dit is de herhaling. 5, 4, 2 overslaan. En 4. En weer 5 in 1 steek. Weer 4 in de achterste lus. 2 overslaan. 4 in de achterste lus. En dan gaan we nu 5 stokjes in 1 steek zetten. 1. 2. 3, 4, 5, dan 4 in de achterste lus, 1 en in de volgende steek 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4. En dan ga ik er nog 1 hier in die opening zetten. Een stokje. En dit was toer 6. Ik laat de volgende toeren in de volgende video zien. Ik hoop dat je blijft kijken, dat je het leuk vindt om mee te haken, met iedereen kan haken. Als er vragen zijn, onder de video zetten. Dit was de video van toer 5 en 6 en de volgende video die komt de volgende keer weer aan. Ik zou zeggen graag abonneren, op mijn foto klikken. Als je vragen hebt, nou, die kan je natuurlijk stellen. En ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens en bedankt voor het kijken. Oh ja, dat wil ik nog zeggen. Het kooppatroon kan je bestellen via iedereen kan haken @hotmail.com. Nou, tot ziens.